Yo Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe Pikmin video. Vandaag is het dag 2 in de wereld van Pikmin. En we gaan op zoek naar Brittany, want we hebben haar signaal gevonden. En dat is de hoogste prioriteit van deze guy. Hij heette Ash, toch volgens mij? Maar hij is ook heel bezorgd dat de Cosmic Drive Key weg is. Want het ruimteschip is gecrashed op deze vage planeet. Het ruimteschip heet de Drake. Ja, en als we die niet vinden, dan kunnen we niet wegvliegen. Ja hoor, kijk, daar gaan we. Ja, en die Pikmin die in die bulb zaten, in dat ding, die vliegen ook gezellig mee. En we gaan naar de Garden of Hope. En we gaan Brittany opzoeken. Kijk die Pikmin lekker meevliegen daar, jongens. Hoppakee. Volgens mij zijn ze er gezellig bij. Brittany, die moet hier ergens zijn. En we hebben bijna geen eten meer. Dus we moeten haar vinden voordat het te laat is. Oké, we gaan dus niet zelf op zoek naar eten. Denk ik, in deze aflevering. Oh ja, dit was een ui. Ze noemen dit een ui. Pikmin verstoppen zich in een ui. Kom maar naar buiten, jongens. 21 Pikminnetjes. Hoppakee, kijk al die rode rakkers, joh. Ja, en hij zegt ook, het ui, dat is het nest van de Pikmin. Nou, ik ben wel blij dat ze met ons meekomen. Hij installeert nu iets zodat ik de Pikmin van afstand kan besturen of zo? Of is dat het niet? Ik weet het niet. We moeten in ieder geval even zo op het fluitje blazen, zodat we alle Pikmin roepen. En we moeten tempo maken, want de dagen, die gaan heel snel voorbij in deze game. Ik moet daar even 7 Pikminnetjes op... Oh, of niet? Ik dacht dat ik er 7 Pikminnetjes op moest gooien, maar ik hoef er maar eentje op te gooien. Kijk, en dan krijgen we weer nieuwe Pikminnetjes. Hey, kom er maar bij, jongen. En kom jij ook maar gezellig mee. Yay, oh, oh, ik moet... Ja. Ik gooi ze echt random. Eens even kijken. Hier zijn blijkbaar van deze... Ja, wat zijn het voor wezentjes? Bulborbs? En we moeten Pikmin op hun rug gooien om ze te verslaan, blijkbaar. Oh, kijk, daar zijn ze, daar zijn ze. Oh, oh, ik heb ze laten chargen. Nee! Ik deed helemaal verkeerd. Nee, ik heb ze laten chargen in het water. Zij kunnen niet in het water. Kom, 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 kom. Oké, kom, 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 kom mee. Kom mee, kom mee. Oké, we gaan dit opnieuw doen. Zo, en dan zo. Hoppakee, ja. Nice. Oh, dit was super easy. Ik dacht dat deze enemies echt bikkels waren, maar ja, het valt mee, het valt mee. Ik kan ook nog die vlinder daar misschien pakken. Oh nee, we hebben een vlinder kapot gemaakt. Oh, maar dit voelt niet goed hoor, een vlinder kapot maken. Nou ja, want zolang we er nieuwe Pikmin voor krijgen, weet je, dan is het gewoon net als een rups. Dan gaat de vlinder terug naar de rups en dan komt hij in zijn cocon en dan trekken wij daar een Pikmin uit. Ja, misschien, ik weet niet. Ik weet niet of dat helemaal logisch is. Kan ik deze kapot maken? Oh, wacht, ik moet chargen, denk ik. Dit ziet er niet uit alsof deze muur kapot gaat, volgens mij. Oké, jongens, kom maar terug, kom maar terug. Deze muur kunnen wij niet kapot maken. We kunnen wel deze steentjes even allemaal oppakken. Dan kunnen we weer een bruggetje gaan maken. En dan kan ik dit ding oppakken wat er onderuit komt. Ja, dit is dus hoe je moet chargen. Dat heb ik dus net geprobeerd, maar dat werkte niet voor die specifieke muur daar zo. Dat ging niet. Hier kunnen we dus een brug bouwen. Deze bloemen kunnen we ook nog even blijkbaar meepakken. Ja, dat geeft weer extra Pikminnetjes. Kijk, we maken hier de brug al, maar de brug is nog niet helemaal gemaakt. Ik heb hier wel lekker veel Pikmin nu, maar ik moet nog een stuk brug. Oh, wacht even. We kunnen hier naartoe. Deze muur kunnen we denk ik wel chargen. Chargen! Ja, kijk, deze zijn ze volgens mij wel lekker met z'n allen aan het slopen. Hoppakee, lekker. Ik vind het echt een leuke game, jongens. Doe even een blauw duimpje omhoog als je deze game ook leuk vindt. Want ik vermaak me hier prima mee. En ik hoop dat we deze ook uit kunnen gaan spelen. Hoppakee, kijk, daar zijn alle brokstukken voor de brug. Hier kunnen we ook nog eentje naartoe gooien. En hier kunnen we nog eentje naartoe gooien. En hier is ook nog een steen of een aardbei of zo. Wat is dit? Wow. Wow, wordt dit nu een super Pikmin? Er is een bloemetje gegroeid op het hoofd van deze Pikmin. En wat betekent dit? Misschien is dit nu een super Pikmin geworden. Ik ben heel benieuwd wat dit nectar doet, jongens. Kijk, er is hier nog meer nectar. Hier, eet maar. Hier, geniet ervan. Kan ik ze allemaal in de nectar gooien? Ik kan er wel heel veel in de nectar gooien. Hier hebben we nog meer nectar. Hoppakee, geniet ervan, jongens. Nice. Oké, en wat is dit? Oh, ze worden sterker. Aha, ze worden sneller. Niet sterker, ze worden sneller. Oké, guys, kom maar. We verzamelen weer. Hey. Oh, hier ligt nog wat. Ja, daarin stond dus, als ze klaar zijn met het verzamelen van een fragment, dan komen ze terug op de plek waar dat fragment vandaan kwam. Dus je zag net een aantal Pikminnetjes lekker teruglopen. Er ligt nog een beetje nectar daar, dus ik gooi gewoon letterlijk iedereen daar naartoe. Zodat iedereen ervan kan genieten. En dan gaan we nu weer weg. Ja, kijk die leuke bloemetjes op hun hoofd, joh. Oké, we zitten ondertussen al aan de derde bolletje daarbovenin. We moeten de tijd wel goed in de gaten houden. Oh, wacht even. Wacht even. Hij slaapt. Deze ziet er iets moeilijker uit, jongens. Oké, we moeten van achter aanvallen om het voordeel te krijgen. Dus we moeten heel rustig lopen, denk ik. Heel rustig lopen. Niet door de bosjes heen, want dan wordt hij wakker. En dan, ja, nu zijn we achter hem. Dan gaan we nu op hem lokken. Ja. Gooien! Pak hem! Pak hem! Maak hem kapot! Lekker!
Daar gaat hij, jongens. Lekker. Goed gedaan, guys. Oké, als jullie even deze muur willen chargen met z'n allen, mogen jullie de muur kapot maken. Dan ga ik even die andere ophalen. En ze zeggen, als het moeilijk wordt tegen zo'n tegenstander, trek je dan terug en wacht voor een nieuwe kans. Oké. Die gaan we onthouden, jongens. Oeh, kijk hoeveel Pikmin we erbij krijgen dan. Lekker. In de vorige aflevering hadden we ook gele Pikmin. Nu hebben we alleen nog de rode Pikmin. Die zijn met ons meegekomen. De gele Pikmin, die waren bij de kapitein. Oké, we gaan even deze nog pakken. Ja, jij mag even solo die terug gaan brengen. Dan gaan wij alvast met z'n allen door. Oh, we hebben één Pikmin achtergelaten. Dit is een lonely Pikmin. Oké, wat is daar? Wow, daar is ze. Ja, daar is ze. Brittany. Hopelijk is ze niet dood. Brittany, ben je daar? Ben je daar? Neem je telefoon op. Hallo? Ja! Ja, kijk, ze leeft nog. Helemaal toppie. Sorry, ik was een beetje aan het slapen. Ben je dichtbij? Ik ben heel dichtbij, Brittany. Brittany, die zegt, ik heb een stuk fruit ontdekt en het ligt daar verderop. Maar ik zit nogal vast hier. Kan je het misschien voor me gaan checken? Ja hoor, ik ga mijn best doen. Maar eerst moet ik kijken hoe ik die glazen muren kapot kan maken. Oh, hier is het fruit. Een lekkere aardbei. Oké, hij wil dit stuk fruit gaan onderzoeken op de Drake. Maar hey, ik ben nog niet bij de Drake. Ik weet niet waar de Drake is, jongens. Brengen jullie deze even naar huis, guys? Oké, doei, tot straks. Mazzel. Dan gaan wij nu eens eventjes hierin. Oh, we gaan vechten. We gaan vechten. Als we gaan vechten, jongens. Nee, dat moeten we met z'n allen doen, hè? Dat moeten we met z'n allen doen. Dus ik ga heel even terug. La 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 la. Dan nemen we deze ook even mee. Zo, hoppakee. Dan gaan we even met de hele Pikmin Army, jongens. Oh, wacht even. We hebben de Drake natuurlijk wel. We hebben het ruimteschip gewoon. Alleen hij doet het niet goed genoeg meer om naar huis te gaan. Dat was het verhaal. Maar de Drake is natuurlijk hier. En we gaan even dit fruit onderzoeken. Ja, nice. De Drake stuurt ons een bericht. Hij analyseert de aardbei. Heb je ook wel eens een aardbei geanalyseerd? Doe een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Als je van aardbeien houdt. Dat is de beste reden om te abonneren. We hebben heel veel Pictamin U gekregen. En we kunnen deze dus gaan telen. Of maken op Koppai. Dat is een andere planeet. En dit kunnen we dus eten. Dus we kunnen nu weer drie dingetjes eten. Dat is helemaal top. Lekker. We hebben weer wat meer eten, jongens. Oh. Nom, 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 nom. Lekker aardbeien smoothie. Lekker. Maar de Brittany, die is de botanist. Oftewel degene die over de, heel veel weet over groenten, fruit en allerlei andere plantjes en dingetjes. Dus dat is helemaal top. Moeten we alleen Brittany nog even zien te redden. Ik denk dat we een beetje tempo moeten maken. We gaan zo naar de grot, jongens. We zijn met 47 piekminnetjes. En ik ben benieuwd hoeveel enemies we met deze 47 piekminnetjes moeten gaan pakken. Want in die grotten, ja, ik weet het niet hoor. Ik vind het altijd maar dubieus om die grotten in te gaan. Dit ziet er ook heel erg onheilspellend uit. Hallo? Hallo, is hier iemand? Wat is dat voor ding? Oh, nee. Beter gevraagd, wat is dit voor ding? Oh, snap. Kunnen we deze gewoon kapot maken? Ja, we kunnen deze kapot maken. Pak hem. Pak hem. Nee. 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 Ah, pak hem. Pak hem. Hij heeft er een paar opgegeten. Pak hem. Kom op, kom op, kom op. Maak hem kapot. Maak hem kapot. Lekker. Lekker, juist. Hey. Hey, we hebben een andere kleur Pikmin gevonden. We hebben de steen Pikmin. Zwarte Pikmin. Ja, die kunnen natuurlijk die glazen kapot maken. Wat een basis, jongens. Hallo. Ja, ja, zij willen natuurlijk die dingen kapot maken. Oké, maak hem kapot. Maak dit ding kapot. Hoppakee. Oh, dit is vet. Dit is heel vet. Lekker, guys. GG. Oh, en ze hebben hun eigen ui. Ze hebben natuurlijk een grijze ui. Hun ui zat vast in de kristal. Oh, dit is nice. Super cool. Oh, oh. Wacht even, dit was nog zo'n slijm naar beneden gevallen. Of nee, of brengen we dit terug naar huis? Wacht, zijn dit de restanten van... ja, dit zijn de restanten van dat slijmmonster. Nice. Kijk, en dan krijgen we meer steenpikminnetjes. Holy crap, we krijgen er best wel veel. Hallo, welkom in de squad, guys. You Stonehenge. Hoppakee, lekker man, dankjewel. Hoppakee, hoppakee, dit even kapot maken. Dan kunnen we nog meer van die Pikmin krijgen. Lekker. Kijk, 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 kijk. We hebben alweer gelijk lekker veel steenpikminnetjes te pakken. Ja, nice. We hebben al 17 steenpikminnetjes. 19 zelfs nu. Lekker. Ja, met deze Pikmin kunnen we natuurlijk naar buiten. We nemen ze gewoon gezellig mee, jongens. Kijk, en dan kunnen we nu al deze dingen kapot maken. Charge! Lekker, guys. Nice. Brittany, je komt eraan. Hé, dit is een ei. Kunnen we dat ei ook meenemen? Oh, nee, er zit spul in. Ja, Brittany, even wachten. Ik moet eerst even mijn steenpikmin opladen. Oké, hier. Smash! Charge! Laten we Brittany redden. Yo, Brittany, what up?
Daar ben je. Nou, ze is super blij dat we haar hebben gered. Ze was aan het slapen zat. Ze heeft alleen maar lopen slapen. En ze heeft honger. Ze vraagt, wie heb je allemaal bij me? Nou, ik heb gezellig pikminnetjes meegenomen, joh. Ze zegt, nou, maar we hebben geen tijd voor schattigheid. Kijk daar, elf. Oh, hij heet geen Ash. Hij heet elf. Hij is geen Pokémon trainer. Hij is Pikmin trainer. Oeh, check die citroen. Ik wil die citroen. Oké, we kunnen nu Brittany gooien. Nou, Brittany. En dan moet ik nu zeker Pikmin jouw kant op gooien. Hier, heb je wat Pikmin. Oké, we moeten I indrukken om haar te selecteren. Oh, dus we moeten echt als een squad samenwerken. Oh, en dan kunnen we die citroen pakken. Ga maar lekker met z'n allen, jongens. Goed gedaan, goed gedaan. Oké, doei. Tot straks. De rest mag weer met mij meekomen. Oh, 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 oh. Ga chargen op hem. Ga chargen. Lekker. Pak hem. Nice. Chargen. Super cool. Oké, deze ook even meenemen. Ja, toppie. Oh, we moeten hier ook weer een brug bouwen. Oké. Nou, dan mag de rest even hier naartoe komen. Degene die nog niet hebben gegeten uit de nectar, die mogen even nectar eten eerst. Ja, top. En dan mogen jullie nu allemaal hier komen. Oh, wacht. Ik heb nog rode die nog geen nectar hebben gegeten. Hier, ga lekker nectar eten, jongens. Doe even upgraden. Oké, volgens mij heeft iedereen... Volgens mij is het op. Oké, cool. Dan nu brug bouwen. Brug bouwen. Let's go. Oké, jullie moeten deze nog even naar huis brengen, guys. En hier is nog een kristalletje. Kunnen we deze nog kapot maken? Nee? Oké. Okay. Nee, oké. Okay. Kijk, er is weer één stukje wat we nog niet hebben. Dus dat ene stukje moeten we nog ergens zien te vinden. Dat ene stukje zit hoogstwaarschijnlijk hierin. Terwijl we hier ook nog aardbeidjes hebben die terug naar huis gebracht moeten worden. Charge! Lekker. Oké, okay, bruggen bouwen, jongens. En snel. En snel. Tempo. Kom op. Dit is zo leuk. Kijk, ze gaan, jongen. Yo, toppers. Kom maar, 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 kom maar. Oh. Nee, jullie moeten deze kant op, vrienden. Ja, goed zo. En dan kunnen we nu de brug over. Volgens mij zijn we dan nu weer thuis. Ja, kijk, we zijn nu weer thuis, inderdaad. Hier zijn alle resterende Pikmin. Oké, nou, ik denk dat dit het was voor vandaag. Dus ik denk dat ik deze Pikmin lekker alvast terug laat keren, zo. Zo, ga maar lekker terug het huisje in. Er zijn er nu nog een paar die een aardbei hier naartoe aan het brengen zijn. Oh, volgens mij hoor ik ze. Ja, kijk, daar komen ze aan. Lekker bezig. Oké, ik kom straks wel terug trouwens voor jullie. Ik kom straks... Jullie kunnen daar even chillen. Dan ga ik snel deze steenpikminnetjes nu weer naar huis brengen. Die moeten natuurlijk terug naar de grot. Die hebben namelijk hun eigen ui. Volgens mij was de grot deze kant op. Juist, oké. Okay. Als het goed is, lopen hier ook nog een paar Pikmin. Ja, kijk, zie je. Er zijn hier nog best wel veel aan chillen. We hebben hier ook rode Pikmin trouwens nog. Oh, nee. Oh, nee. Die moeten we straks nog even snel naar huis brengen. Zodat ze niet achterblijven op de planeet. Oké, okay, ga maar lekker in het bullepie. Oké, okay, doei doei, mazzel. Nou zijn er nog een paar verdwaalde Pikmin. Maar volgens mij zijn dat die rode die aardbei net naar huis hebben gebracht. Kijk, want ik weet niet wat ik met die elektrische deuren kan. Daar kan ik nu nog niks mee. Maar we hebben natuurlijk ook nog gele Pikmin. Alleen die zijn niet hier. Maar die zijn bij de kapitein van het schip. En waarschijnlijk hebben we die gele nodig voor die elektriciteitsdeuren. Dat moet wel. Hé, hey, jongens. Ik zou zeggen, ga lekker het bulletje in. Zo, hoppakee. Ik heb jullie allemaal veilig thuisgebracht. Ik ben trots op mezelf. Oh, wacht, hier is nog een kristallen muur. Nee, joh. Ik ben benieuwd of we dit nog kunnen redden. Voorlopig verplaatst die zon zich nog niet. Dit gaat nog wel oké. Okay. Ik neem er even 15 mee. Kom, 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 snel, snel, snel. Wij kunnen dit nog, guys. Wij kunnen dit nog. We hebben nog tijd zat. Ah, alhoewel, alhoewel. Ik weet het niet, hoor. Ik weet het niet. Oh, nee. Oh, nee. Het gaat nu toch in één keer wel hard. Go, charge! Snel, 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 snel! Snel! Ja, top! De radar pikt iets op. Een nieuw soort eten. Oh, maar jongens, dit gaat niet meer lukken. Rode Pikmin, die kunnen trouwens tegen vuur. Dat is goed om te weten. Maar nee, man, dit gaan we niet meer redden. Dit gaat echt niet meer lukken. En als je op steenpikmin stampt, dan kunnen zij daar gewoon tegen. Nee, ik ga jullie terug naar huis brengen, jongens. We hebben hier geen tijd meer voor. Oh... Oh, 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 nee, ik ga het niet meer redden. Nee, ik heb deze Pikmin dood laten gaan, denk ik. 6, 6, 5, ah, 4, kom op, 3, nee, nee, 2, nee, snel, 1, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, nee, ja, 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 ja. Volgens mij ben ik nog net op tijd. Volgens mij ben ik nog net op tijd. Ze waren net op tijd in het cirkeltje. Wedden dat ze het hebben gered. Ah, dit was super spannend. Oké, en daar gaan we weer van... Huh? Nee, ik was in het cirkel... Oh, heeft eentje het nou niet gered?
Stond er nog eentje buiten het cirkeltje? Nee. Dat is super sad. Oh, de twee uien, die zijn gemerged. Dus de rode en de donkere, die zitten nu bij elkaar. Oké, okay, cool. Dat is handig. Ik hoop dat dat zo blijft. Dat zou super chill zijn. We hebben nog een ander fruitje gevonden. Namelijk een citroentje. En daar gaan we lekker citroensappie van maken, jongens. Nom, 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 nom. Oh, kijk. Uit citroen halen we zelfs meerdere... meerdere extractjes. En we hadden nog een aardbei. Oh, die doen we gewoon bij het citroensapje. Lekker, man. Dan krijgen we een dubbele shake. Een citroen-aardbei shake. Nice. Nou, Brittany die heeft trek. Dus die heeft lekker een sapje opgedronken. Maar we hebben nog 4 sapjes over. Dus dat is helemaal nice. Dat was het einde van dag 2. In de volgende video doen we natuurlijk dag 3. Doe een duimpje omhoog als je dat wil zien. En abonneer op dit kanaal. Vergeet dat niet. Want hier zie je iedere dag Nintendo-video's, jongens. Wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!